geef nou toe. Je vindt mij nu vies, maar je doet het zelf ook. Wat moet ik zeggen dan? Welkom bij date nummer... Welkom bij date nummer... 11. 11. Ik weet al wat we gaan doen. We gaan gewoon lekker wandelen. En wat nog meer? Vragen beantwoorden. Nee, jij moet er wel bij. Zonder jou is het niet leuk. Wij gaan wandelen en vragen beantwoorden. Dit is eigenlijk de Q&A date. Eigenlijk daten we nu met z'n allen. Meneer, wat is volgens u het geheim van de liefde? Het geheim van de liefde is dat het geen geheim is. Dat kleine grasprietje, dat is liefde. Die vis, dat is liefde. En heel het leven is liefde. Mag ik u de 5 geven? Nou, we hebben lekker gewandeld en nu is het tijd voor het Q&A gedeelte. We hebben hier een prachtige muts vol met jullie vragen en we gaan lekker grabbelen. Oké, Okkie Poortvliet. In welk land zouden jullie nog wel eens op date willen gaan en wat zouden jullie dan gaan doen? Jij eerst. Ik zou gewoon overal ter wereld met Roos willen daten, dus ik heb geen één land. Ik zou wel naar Alaska willen en dan het Noorderlicht willen zien. Nee, leuk. Oké, volgende. Nu ik. Oké. Lean Photography. Wat is volgens jullie eigenlijk het geheim van de liefde? Daar zijn we dus naar op zoek het hele jaar lang, dus daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. Er zijn zoveel geheimen van de liefde. Telkens als we het vragen, zegt iemand weer iets moois. Ja, dus misschien weten we het aan het eind van het jaar. Ronja Schuitema vraagt, wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Oké, nee, ik vind het leukste aan jou je creativiteit en je gekkigheid. En het leukste aan jou vind ik, ik vind je gewoon heel mooi. En ik vind Roos een beetje raar, een beetje apart of zo. Ze is heel anders dan andere meisjes vinden. Nou, ik weet niet of het positief is. Staat het leukste? Nee, ik vind dat leuk. Ik vind het leuk dat jij anders bent. Laurens Wagenmeester, als de liefde niet... Laurens. Ken je Laurens? Ik ken Laurens. Echt? Wie is dat? Laurens. Wie is Laurens? Laurens Wagenmeester, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond. Zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten. En de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond. Ik zou sterven van de kou. En mijn adem zou bevriezen als ik jouw liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder mij. Volgende vraag. Okay. Jens de Boer, hoe/waar hebben jullie elkaar leren kennen? Het was op een festival, het Flevo Festival bestaat niet meer helaas. En toen zijn we elkaar tegengekomen en ik vond het gelijk leuk. En we gingen speeddaten. Ja, er was een soort van speeddating op het festival. Iedereen deed het voor de grap. Wij ook voor de grap. Maar het was toch wel heel leuk. Nou ja, en daarna gingen we mailen. En nu zitten we hier. Ja, 4 jaar verder. Ik ben. Oh. Nee, oké. Misschien voor de volgende date de rollen omdraaien. Roos verzint de date en jij hebt er niks over te zeggen. Daar wil ik best eens mee maken. Ik ook. Ik vind het een goed idee. Leuk, leuk, leuk. Wat is jullie favoriete film? Ik weet het. Ja, ik ook. Ik weet het ook voor jou. We hadden het er pas nog over. Zullen we het tegelijk zeggen? Ja, 1, 2, 3. Een Titanic! Man die over... Zeg jij het nu maar. Nee, een hele mooie Noorse film of Zweeds of zo. Een man die over heet. Supermooi. Vervolgens een man die magnetronnen. Zo is het. Oké, te flauw. Nee, het is echt een hele mooie film. We hebben het in het filmhuis gezien. Die is voor jou. Kun je Roos een keertje uitlenen voor een date? Nee. Nee. Zo, er zit er echt nog veel in. Emila-2222. Wat is het leukste wat jullie tot nu toe samen hebben gedaan? Oké, van de dates vond ik het leukste om naar de biesbos te gaan. Dat vond jij misschien het minst leuk? Dat vond ik echt de stomste date. Nee, ik vond het zo leuk. Ik vond naar de kerstmarkt. Ja? Ja, dat vond ik heel leuk. Oh. Maar dat was echt niet leuk in het begin. We waren allebei super. Nee, in het begin hadden we... We waren dus naar de kerstmarkt gereden. En we kregen zo... We waren zo moe. En ik... En Roos die was te moe. En ik was te moe. Op de duur hadden we ruzie. Zijn we gewoon naar huis gereden. In de auto.
Hoe moet je rijden in auto? Maar toen dachten we, ja, maar wanneer moeten we dan daten? Want Roos had iedere dag wat te doen. Dus na een half uur rijden zijn we weer omgekeerd. Zijn we alsnog naar de kerstmarkt gegaan. En toen was het heel leuk. Ja. Nou, zo dus, zie je maar. Altijd daten, ook al word je er heel erg verdrietig van. Oh, dit is een mooie vraag. Famke Brandt, als je een kameel had als huisdier, hoe zou je hem dan noemen? Kamelani. Het is een heel klein kameeltje. Voor mij heet kameleon. Wat doen jullie het meeste samen? Koken, denk ik. Eten. Koken en eten. Ik dacht eten. Koken en eten. Keten dus. Jul vraagt, wat wouden jullie vroeger worden? Ik wilde acteur worden en ik wilde eigenlijk gewoon net als Jim Carrey worden. Dat is niet gelukt. En bij jou? Ik wilde juf worden. Dat is wel gelukt. Wel een beetje, ik ben nu muziekjuf. Hey hoi, wat vinden jullie de raarste gewoonte aan elkaar? Koen laat scheten in bed. En dan doet hij zo de deken omhoog bij mijn hoofd. Ik wil dan gewoon ruiken hoe dat ruikt. Ja, maar jij doet dat thuis ook, denk ik. Thuis? Ja, ik praat nu tegen de mensen thuis. Die doen dat ook. Geef nou toe. Je vindt mij nu vies, maar je doet het zelf ook. En wat jouw raarste gewoonte? Die heb ik niet. Roos die kan soms een beetje als een klein kindje praten als we samen zijn. Dan heeft ze een naampje voor me. Voortaan noem ik Koen Kroeputi. Krustani noemt ze me dan. Of Kani. Of Graanpegel. Bonkie. Ja, Bonkie. Koekoe. Roos heeft wel 20 namen voor mij. Nou, de allerlaatste vraag is voor mij. Gerben Posma vraagt, zijn jullie verloofd? Wij zijn verloofd geweest, maar we vonden het niks. Toen zijn we maar getrouwd. En nu zijn we getrouwd. En dat is prima. En dat is prima. Nou, dit was de superleuke Q&A. Ik vond het echt leuk met die muts. Super bedankt voor het kijken. Mocht je deze video nou tof vinden, laat het weten met een duimpje. Abonneer vinden we ook super top. En wat ook belangrijk is, is dat je op dat belletje klikt. Want dan krijg je altijd een berichtje als wij een nieuwe video hebben. Ja, dat snap je niet, maar is belangrijk. Nou, super gelukkig nieuwjaar. Wij vonden het leuk met jullie dit jaar. En we gaan volgend jaar nog 41 dates opnemen. Doei! 41! 41 dates!